taal heeft een hele belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Toen ik op de basisschool zat, kon ik me wat moeilijker verstaanbaar maken. Was ik nog meer bezig met straattaal dan dat ik bezig was met echt belangrijke woorden uitspreken in ieder geval. En toen ik naar de middelbare school ging, zag ik eigenlijk in dat hoe belangrijk taal was en hoe belangrijk het is om je goed te kunnen verwoorden. Dus het heeft een hele belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Ik ben Redouan Ayoubi, aanvoerder en centrale verdediger van Excelsior Rotterdam. Excelsior, nog een keertje. Ja, zeker! Ik denk dat taal binnen onze selectie een hele belangrijke rol speelt. Het is namelijk heel belangrijk dat we elkaar kunnen vertrouwen en dat we elkaar begrijpen. En ik denk dat voor heel veel jongens die ook uit een ander land komen, zich moeilijker verstaanbaar kunnen maken, dat het voor hun belangrijk is dat we dezelfde dingen zeggen en dat we elkaar goed begrijpen. En hoe je dat op het veld eigenlijk ziet, is vaak dat we elkaar moeten aancoachen, dat we elkaar moeten neerzetten, van elkaar vragen of iemand moet druk zetten of niet. En ik denk dat daarin wel belangrijk is dat we dezelfde taal spreken en dat we elkaar verstaanbaar maken. Dus het speelt een cruciale rol, denk ik. Het is namelijk heel belangrijk om je verstaanbaar te maken, om in ieder geval het gesprek aan te kunnen gaan, maar ook problemen aan te kaarten, zodat we daar ook in kunnen helpen. En zonder taal zou je dus ook niet kunnen aankaarten waar je mee zit of hoe je geholpen kunt worden. Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is dat we investeren in taal. Helaas zien we ook eens dat binnen middelbare scholen dat geletterdheid steeds meer omlaag gaat. Des te meer het belangrijk is dat wij de handen ineen slaan en dat we samen investeren in taal. Binnen de Excelsior Foundation komt taal eigenlijk bij alle activiteiten terug. Specifiek organiseren we ook persconferenties voor jongeren, hebben een leesclub gehad voor kinderen en rondom de kinderboekenweek gaan stafleden en spelers op scholen langs om voor te lezen. Ook hebben we het afgelopen jaar een prentenboek uitgebracht om extra aandacht te vragen voor jongeren met een taalachterstand. Ik ben Maarten de Fokkert, oud-profvoetballer en ambassadeur van de Excelsior Foundation. Taal is gigantisch belangrijk. Communicatie staat in principe aan de basis van alles wat we doen. Het is belangrijk voor je toekomst, voor de kansen die je gaat krijgen. En daarom besteden wij hier in samenwerking met de gemeente Rotterdam extra veel aandacht aan. Er is steeds meer aandacht voor taalproblemen en dat is een hele goede zaak. Wel is het belangrijk dat deze aandacht zich niet alleen focust op kinderen, maar juist ook op ouders. Om dat te doen slaan wij al jaren samen met de gemeente Rotterdam de handen ineen. Wij vinden het belangrijk om ons te richten op de plek waar de grootste ontwikkeling kan plaatsvinden. En dat is thuis. Bent u een ouder die een veilige en stimulerende leeromgeving wil creëren voor u en uw kind? Ga dan naar www.beterentaal.nl. Naast het online platform kunt u ook fysiek terecht bij de huizen in de wijk of andere aanbieders van de gemeente. Durven en doen voor een betere toekomst van ouder en kind. Communicatie is de basis. Excelsior en de gemeente Rotterdam gaan hier samen mee aan de slag. Jullie ook?